Welkom bij Atelier Bettina. Vandaag maken we een aquarelschilderij van Deventer. De materialen die ik gebruik zijn Rembrandt aquarelverf, 300 grams aquarelpapier, een HB potlood en kneedgum. Als eerste begin ik met een schets. Die zet ik vrij gedetailleerd op. Ik begin met het schilderen van de grote vlakken. Die doe ik nat in nat. Dus ik maak eerst het papier nat en daarna zet ik de verf er vloeiend in. Daarna begin ik met details zoals daken en huisjes. Deze schilder ik met natte verf op droog papier. Dus ik maak het papier niet nat, ik schilder het vlakje voor vlakje in. Denk daarbij wel om dat je niet vlakjes naast elkaar gaat schilderen, want dan zal de verf in elkaar overlopen. Deze twee technieken van nat in nat en nat op droog verwerk ik in het hele schilderij. Zie de volgende foto's. Het schilderij van Deventer is nu af. Het schilderij kun je terugvinden op diverse artikelen van Prachtig Salland. Zo kun je een slabbetje, senseo-kopjes, leuke kaarten, diverse artikelen van Prachtig Salland.